Zoals we weten begint de fruitmotverwarringstechnieken nu actueel te worden. Voor de China-protocol is de vaste datum 15 april dat ze opgehangen moeten zijn. En voor de reguliere teelt kan dat tot eind april ongeveer. Naast de twee welbekende technieken, RAC 3+4 en de Isomate, is er nou ook een nieuwe techniek vanuit Spanje erbij gekomen. Dat is de Checkmate Puffer. Het voordeel van de Checkmate Puffer is dat je er maar 2 tot 3 per hectare op hoeft te hangen. Dat hangt eraf hoe dat de ligging van het perceel ligt en hoe dat de windrichting staat. Dat is een veel grotere kostenbesparing ten opzichte van de andere welbekende systemen. Het andere voordeel is omdat deze weer retour gaan, dat je geen afval meer in de boogert hebt. De werking van de Checkmate Puffers die werkt als volgt. Je zet hem aan, moet je altijd eerst even uitkijken dat die eerst even een testpuff afgeeft. Want anders krijg je die recht in je gezicht en dat wil je liever niet. Vervolgens krijg je op het display te zien een maandje, dus dat hij alleen 's avonds puft. En je kunt hem ook instellen met de Set Pro Game knop dat hij 24 uur kan puffen. Hij geeft om de 15 minuten geeft hij een feromoonpuff af en die zorgt ervoor dat het door het hele perceel verspreid wordt. Je kunt de tijd kun je erop instellen en je kunt de vertraging instellen in hoeveel dagen. Dus stel dat je hem eind maart ophangt, dan kun je precies instellen dat hij half april begint te puffen. Voor meer informatie kunt u bij de CAF of bij AR terecht.